Als Jurendi Martina een keer een medaille wint, dan is hij een Nederlander. En als hij het niet goed doet, ja, dan is hij een Curaçao geworden, geboren. Het Lagerhuis is een programma dat elke week wordt uitgezonden in de Nieuwsbv. Tussen 1:30 en 2:00 op donderdagmiddag. Daar wordt gediscussieerd aan de hand van stellingen. En die stellingen hebben altijd te maken met de actualiteit. Ruzies, schandalen, de partij is uit elkaar gevallen. Er zijn nu 3 splinterpartijen. Die ene man is moslim geworden. Ja. Weet je, laten we het zo beginnen. Heerlijk. Vandaag was het een erg lekkere discussie. Ze gingen goed op elkaar in. De argumenten waren goed duidelijk. Ik vond sommige vond ik ook buitengewoon grappig om te horen. Weet je, bij ons in het dorp hebben we last van bejaarden. En voor je het weet, heb je een jeu de boelbal door je ruit. Het publiek gaat dan reageren en dan hoor je dat er ook humor in kan in zo'n uitzending. En ik vind het lekkerste als ze goed fel met elkaar debatteren zonder de argumenten uit het oog te verliezen. Dit is het onvrede onder de bevolking. Heel veel, en dan zoek je een alternatief voor een gevestigde partij. En dat blijkt nu dus de PVV te zijn. En heel veel mensen stemmen op de PVV. Maar als je aan de democratie mee wilt doen, zijn er democratische spelregels. Ja, maar democratie zit in een democratisch stelsel. Ze zitten in de Tweede Kamer, ze zitten gewoon in ons bestuur. Dat noemen ze zelf een nep-parlement, hoor. Oh, prima, maar ze doen wel mee. Trek je conclusies, je kunt het niet, het lukt niet. Ik luister naar hoe de debatten gaan. Ik lees de stelling voor, dat is eigenlijk het belangrijkste, zodat we weten waar het over moet gaan. En daarna pik ik er een paar dingetjes uit die mij opvielen. Ik hoop dat het publiek dat luistert, eruit haalt dat er diverse kanten zijn van een probleem. Dat ze denken, oh verrek, daar heb ik nog niet aan gedacht. Dus dat je spectrum wat groter wordt. Dat hoop ik. Wil je graag een keer een uitzending van het Lagerhuis bijwonen? Stuur dan een mailtje naar de publiekservice van de VARA.